Toen ik vanochtend opstond, toen mijn wekker ging, deze telefoon, dat was het 5:30. En toen dacht ik, ja, jezus, wat ben ik mee bezig? Ik was om, denk 1:30, dat sliep ongeveer. En dan gaat om 5:30 die wekker weer. Gisteren een wedstrijd gehad, het maakt altijd dat ik extra moe ben op zo'n dag. En ik zat echt te denken, ah, volgens mij moet ik niet elke dag een vlog maken. Niet elke dag een video. Misschien niet in het weekend. Misschien niet elke dag. Misschien 3 keer in de week. Ah, wat ben ik aan het doen? En nu is het 9:00. De vlog staat online sinds 8:05. Ik voel me goed. En ik denk, ja nee, echt, ik moet elke dag vloggen. Daar leer ik het meeste van. Nu gaat het hardst. We gaan naar een verjaardag. We gaan naar Delden. Aansluitend terug en dan even eten. En dan weg. Want dan gaan we naar Dortmund. Met zoon en vriendin. Ja, yeah. Dat is de zondag. Verjaardag en voetbal. En reizen. We zijn weer terug van de verjaardag. Snel gegeten. Een kwartiertje. En nu verder naar Dortmund. Wacht tot iedereen zover is. We moeten weg. Van het weekend. Wedstrijd Dortmund tegen Hoffenheim, die uiteindelijk met een beetje pijn en moeite werd gewonnen met 3-1. Mijn zoon en ik en onze beide vrouwen. En de wedstrijd is gezellig, leuk,
genieten. Dus snel een vlog afmaken, slapen en yes, een nieuwe maandag begint.